Drageman Vroko werd vroeger als heidens gezien aan het begin van de 20e eeuw. Historica Mildred Caprino gaf haar bevindingen uit een onderzoek dat zij deed over de geschiedenis van het dragerswerk bij een uitvaart. Caprino zei tijdens een presentatie dat er rond die tijd het meeste commentaar kwam vanuit de evangelische broedergemeente in Suriname. Toen zij op de vingers werden getikt door buitenstanders, gingen zij een toontje lager, meende historica. Dan is er één persoon die op een gegeven moment heeft gezegd van, dat is niet waar. Heb je onderzocht wat het precies is? Want de ma is die, de dragers in Waka, de orakjes ziet op de schoru en dan maken ze passen. Het is nog geen dansen. Ze maken passen. Ik heb het voor het begin van de 20e eeuw. Dus omstreeks 1900 zo, 1920, 1915, 1920, 1925. Heel veel mannen hebben in de schutterij dienst gedaan. Dus ze kenden die passen. En als je een hoofddrager had, die notabene ook in de schutterij had gezeten, dan trainde hij de mensen om in principe te marcheren. En dan is het links voor 1-2. Je moet zich dat voorstellen. Caprino legde uit hoe er vroeger werd gedanst en dat is door de jaren heen wat aangepast, maar de pasjes zijn om en bij hetzelfde gebleven. Ten je door wat oekoe, moet je eigenlijk die stoet, moet je die, die dragers die meestal met z'n drie aan één kant, drie aan de andere kant, moet je in een goede richting krijgen. Dus je loopt eerst rechtdoor, maar dan moet je een hoek nemen. De voorloper, dus de hoofddrager, die stopt daar. En je moet je pas inhouden. Ja, blijven marcheren. Dat kennen we ook als je geen moet. Je blijft marcheren. Maar intussen, ama is zoeken, of ze zoeken dan de richting om die hoek om te gaan. Zij die het niet weten en niet snappen, die denken van kijk, daar zijn ze weer met andere dingen bezig. Met achtertuin dingen bezig. Terwijl ze eigenlijk aan het marcheren zijn en de juiste richting zoeken. En als dit gebeurt, de mensen die er achteraan lopen, die moeten blijven stilstaan. Die kunnen niet doorlopen. Dus je krijgt een soort opstopping. De lezing was bedoeld om inzicht te geven en kennis over te dragen over de verschillende aspecten van rouwverwerking, rituelen en tradities voor en na begrafenis of crematie in de EBGS. De lezing is gehouden in de Rust en Vrede Gemeente aan de Gemenelandsweg.